als je ziet hoe wij starten, heel zwak. We gaan de duels niet in, we maken overtredingen op momenten dat we die niet moeten maken. En ja, dan scoren ze uit een soort counter. Je begint al zwak en je komt 1-0 achter. Dan moet je dubbel zo hard werken om terug te komen. En ja, meer zat er niet in, denk ik, vandaag. Toch heb je heel wat kansen gehad. Ja, zeker. Als je kijkt naar onze kansen, zijn het uitgespeelde kansen. Geen counterkansen zoals hun. Wij maken kinderfoutjes waardoor hun als het ware scoren. En dat bedoel ik met misschien onterecht, omdat je zoveel kansen hebt gecreëerd. Ja, maar als je kijkt naar het spel, dan denk ik dat hun terecht hebben gewonnen. Je ziet dat ze veel verder zijn dan ons. Wij hebben nog een jonge ploeg, dus misschien over een paar jaar zijn we ook daar waar hun nu zijn. Volwassenen, want zij maken gewoon geen fouten. Ja, ze maken ook wel fouten. Iedereen maakt fouten. Ja. Maar wij maken ze gewoon op een kinderachtige manier. Ja, daar moeten we nu aan gaan werken en leren van onze fouten en proberen weer aan te haken bovenin. Want je hebt een jonge ploeg, allemaal vrij nieuwe zaalspelers. Hoort het er ook een beetje bij als je net begint als ploeg? Ja, tuurlijk. Kijk, je kan niet altijd alles winnen, dat weten we. We werken er hard aan. Zoals Kedra al zei, iedereen doet zijn ding. En ja, met hard werken kom je altijd ver. Dus het is gewoon de les en de volgende keer weer erbovenop. Want aan het begin van het seizoen vertelde jij mij, het komt wel goed met TPP dit jaar, ondanks dat er weinig geld is. Dat is wel gebleken tot nu toe. Ja, zeker. Iedereen werkt keihard. Ook op de achtergrond zijn de mensen die keihard werken voor de club. En zoals het er nu uitziet, gaat het de goede kant op. En we kunnen alleen maar helpen met presteren. Ja. Een grote rol speelt daarin de nieuwe trainer, denk ik. Is dat zo? Ja, zeker. Je ziet hoeveel respect iedereen voor hem heeft en wat hij allemaal neerzet. Echt een toptrainer. En ik ben blij dat ik, en ik denk de andere jongens ook, dat we met hem mogen werken. Want is dat op basis van zijn prestaties in het verleden als voetballer of ook wat hij als trainer brengt? Ja, kijk, ze zeggen als je als voetballer goed bent geweest, dat betekent niet meteen dat je een goede trainer bent. Maar ik heb mezelf niet echt gevolgd vroeger, maar als ik hoor wat hij allemaal heeft gepresteerd en nu nog kan presteren met deze ploeg, ja, dan moet je daar alleen maar respect voor hebben. Want wat brengt hij dan voor extra's bij jullie? Dat is een hele goede vraag. Vergeleken met de jaren ervoor denk ik dat er nu echt iemand staat die van structuur houdt. De kleine dingen goed doen, zegt hij altijd. En als we daar gewoon onze steentje bij dragen, dan zie je wat voor ploeg er staat. En waar moet het uiteindelijk gaan eindigen aan het einde van het jaar? Ik zelf hoop dat we gewoon bij de eerste vijf kunnen eindigen. En ik hoop dat we gewoon goede wedstrijden kunnen neerzetten, leren van onze fouten. En we zien wel waar het schip strandt.